Goedemorgen, ik ben Louise Homper, oud-inspecteur en fokker sinds 1978. Alice Boy en ik maken samen een podcast met mooie verhalen uit het verleden, op weg naar de hengstekeuring 2023, waar we allemaal weer bij mogen zijn. Het thema van vandaag is generaties hengstenhouders, van vader op zoon of dochter. Inmiddels meer dan 40 jaar geleden kwam Jan Volmer met zijn vrachtwagen het terrein van de Grupstal oprijden in Oldeborne, om met Lammert onze stermerrie Ellie te dekken. Lammert stond vaak uren, zo niet dagen op de wagen, maar Jan dus ook. Voor de jongeren onder ons, Lammert 260 werd in 1978 goedgekeurd, samen met Jochem 259 en Kijpe 261. Lammert viel op door zijn rastype en robuuste exterieur en Jochem door zijn statuur en hoogbenigheid. En bijzonder is dat uit de dekking van Lammert Gaaien 295 werd goedgekeurd. Ach, de hengstekeuring eind jaren 70 kan ik me nog goed herinneren. Jan voerde met zijn hengsten de boventoon. Albert Lux was er ook bij en Robbie de Bruin was de eerste voorbrenger die een hengst los aan het touwtje kon laten lopen. Er was toen nog een aparte tribune waar de voorbrengers zaten. Beneden zag je de hengsten door het gat dravend de baan in komen. Ik vond het leuk om daar tussen te zitten. Onze reizende reporter Alice is vandaag op locatie van de Nieuwe Heuvel en gaat in gesprek met Jan en Tom Volmer. Veel plezier! Beste mensen, welkom bij de KFPS Podcast. Nou, we zijn inmiddels bij de Nieuwe Heuvel aanbeland. Met aan tafel Jan en zoon Tom Volmer. Nou, hartelijk welkom. Ja, ja. Dank jullie wel. Waar zitten we hier eigenlijk? In wat voor een... Dit is in principe is dat soortelijk mijn kantoor, om het zomaar eens te noemen. Maar het is eigenlijk een kamer gevuld met historie. Want er hangen foto's aan de muur van hengsten en van vader en moeder Volmer nog. Jan, klopt, ja. Ja. Dat is mijn moeder op... jeugdige leeftijd, ik denk dat ze toen, hoe oud zou ze zijn? Tom, 20 denk ik, hè? Ik heb geen idee, ze ziet er wel jonger uit, ja, als dat ik te ken. Ja, ik denk dat ze 20 is, daar zit ze op een zogenaamd Gelders paard. En er zit een jongetje uit de buurt, die zit er voorop. En de andere kant, dat is mijn vader, die zit ook op een Gelders paard met stang en trends. Dus je zou zeggen dat hij wel aardig heeft kunnen rijden, of niet, maar het lijkt er wel op. Hij zit er wel op of hij heel goed kan rijden, want hij heeft het checkie in zijn mond en hij zit er ontspannen op. Ik weet nog wel, dat was een vos, dat was een vos Gelders paard. En die heette Nelly, want daar had hij het dan toen in die tijd wel eens over. Dat was toch wel een paard waar hij wel gek mee was. En waar hij dan, dat ging toen in die tijd, hè, dat waren paarden. Kijk, van huis uit, mijn opa, dus de vader van mijn vader, die was dan boer, om het zomaar eens te zeggen. En dan waren ze tevens paardenhandelaar erbij. En voerman heette dat. Dus dat was loonwerk met paarden. Ja. En ik heb wel eens het idee of toen de paarden zeker niet minder waren als tegenwoordig. Toen moesten de paarden de hele dag werken. En dan s'avonds dan gingen ze nog één of twee keer in de week naar de rijvereniging om te lessen. En dus dat was dat paard, die Nelly. Dus dat... ja, dat is op zich wel leuk dat daar dan weer een foto van hangt. Prachtig, hè? Ja. En de eerste Vries komen we aan die kant tegen. Ja, dat is Albert Lux met Tom toen die klein was. Ja, zeker weten. Ja. Met Volkert. Met Volkert. Met de hengstenshow is dat een keer geweest. Ja. Dat was denk ik met het losrijden. Ja, met het losrijden in het weiland. En toen heeft ze een aantal foto's genomen. Prachtig. Maar het was het eerste paard waar ik hem een beetje gewoon rekening of af en toe een keer zo inspannen om een klein beetje te ontdekken of dat wat voor me was. Voor de wagen. Ja. Kijk, en de eerste foto, dat is Bakkerat. Bakkerat is een voorbeeld Arabier. Die was geboren in 67. Die is 33 jaar oud geworden. Dus paarden kunnen op zich ook wel een goede leeftijd krijgen. Die heeft... mijn vader en Femke Dijkstra, dat is dus onze compagnon in Engeland gekocht toen hij 2 jaar was. En die is later in Nederland goedgekeurd. Die heeft toch wel een stempel gedrukt in de Nederlandse
rijponyfokkerij, rijpaardenfokkerij. En alles natuurlijk. En dat was toen inderdaad allemaal natuurlijk dekken. Ja. Die dekte toen in 1 jaar tijd, dat waren de topjaren van Bakkerad, 303 merries. En het jaar erop 298, dat waren eigenlijk de topjaren qua dekkerij. Dan moet je wel een eindje, heb je genoeg kilometers gemaakt. En hoe was dat met Lammert, Lammert 260? Want dat is waar Louise het zeg maar over had, toen jij bij haar op het erf reed. Ja. Nou, Lammert, die kregen wij... Wij hebben eerst de vader van Lammert gehad. Die hebben wij, heeft mijn vader toegehuurd van Watsema. Die woonde in Oldenborn, als ik me nog goed kan herinneren. Bienze was dat? Bienze, dat was Bienze. Heeft 1 jaar de dekking hier gestaan. En toen... dat was eigenlijk een, hoe noemen we dat tegenwoordig met een mooi woord? Een pilot, maar in ieder geval om te kijken... Of dat aansloeg. Ja, aansloeg. Want er was meneer Grijpstra, die woonde hier in Ederveen. En doordat wij natuurlijk hengstenhouder waren en allerlei rassen, we hadden Zetlanders, we hadden rijpaarden, Arabieren, dan van alles, Havlingers, ga zo maar door. We hadden eigenlijk hengsten van elk ras, behalve een Vries. Maar wij vinden, en dat vond mijn vader zeker ook, eigenlijk elk paard of elke pony wel mooi. Als het maar een goeie was. Hè. Belzen hadden we bijvoorbeeld. En toen kwam meneer Grijpstra en die had een paar Friese merries. En die zei van, zouden jullie niet eens een keer een Fries willen? Nou ja, daar waren we op zich, stonden we daar wel voor open. Maar ja, om dan tegelijk een Fries aan te schaffen, een Friese hengst. En dan maar afwachten of er klandizie voor zou zijn. Dus dat was misschien toen in die tijd nog wel een groot risico. Dus toen hebben we de hengst Bienze dus een jaar hier gehad. En daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen, met de vader van Lammert dus. En van die eerste jaargang... Hoeveel had hij er toen gedekt dan? Ja, toen had hij er volgens mij een... Ik denk dat Bienze er misschien... Ik heb pas nog teruggekeken, maar dan moet je me niet helemaal aan de... Ik dacht dat hij er toen een 60, 70 gedekt had. Dus dat was toen al aardig wat, in 1 seizoen. Ja. Want toen dekte de Vries hem 20 merries, 15 merries, als ik dat dan een beetje terugkijk. Dus die dekte toen een 60, 70. En... toen kwam er van de eerste jaargang kwam er bij die meneer Grijpstra kwamen gelijk 2 hengstveulentjes van. En dus die kocht vader van ons, zal maar zeggen. Hebben we opgefokt. Eentje verkocht, want het bleek dat hij maar 1 bal had. En de andere, die uiteindelijk is dat Lammert geworden. Die heette toen op zijn papier Lutsen. En die studie met zijn goedkeuring heette die dus Lammert. Lammert 260. Ja, ja. En hoe ging dat dan, Jan? Want je ging toen met een jonge hengst inderdaad in de vrachtwagen heel Nederland door. Ja. Of wil je even weten hoe het nog ging met dat goedkeuren? Nou, want hij moet eerst goedgekeurd worden, zodat hij in de vrachtwagen kunt zetten. Nou, maar dat zeg ik nog wel eens een keer. Kijk, daar zijn we natuurlijk ook trots op. We hebben Volkert gehad, die is preferent geworden. We hebben Lammert dus inderdaad gehad. En die is preferent geworden. En dus ja, ik denk toch... Faber ook mede... Faber later is ook nog preferent geworden. Nu dus dan Alwin. Alwin weer. Maar ik denk dat Lammert natuurlijk... kijk, want dan tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal anders. Ik denk ook dat dat zo moet met het selectiesysteem. Maar goed, toen was het selectiesysteem anders. Ik bedoel maar, wij gingen met een jonge hengst... dus met Lutsen heette die toen naar de hengstekeuring... En dat was in 81, denk ik. 81? Eerder al, denk ik. Hij is in 78 goedgekeurd. Dan is hij in 78 gingen we dan naar de hengstekeuring. En dus toen werd hij dan... Toen hadden we geloof ik, of toen hadden wij, maar in ieder geval... Toen was Jochem, Keimpe en Lammert. Die 3 werden goedgekeurd. Was dat in 1 jaar dat ze... Die hengsten, ja, die hengsten waren niet van ons dan vanzelf. Nee, maar was dat in op 1 dag bedoel ik? Ja, dat was op 1 dag. Ja. 1 jaar gangen hengsten, zeg maar. Ja, hij, de hengst moest ijzer zonder. Je ging ermee naar de keuring. En nou, toen werd hij goedgekeurd. En toen op de terugweg, dat zijn weer die dingen die vergeet je dan nooit. Toen hebben we op de terugweg nog een hengstenshow gedaan. Dus kijk... Tegenwoordig dan duurt het 1,5 jaar of 2 jaar voordat er eens goed of afgekeurd is. Maar toen gingen we ermee naar Leeuwarden. De hengst werd goedgekeurd. Op de terugweg een hengstenshow. En dat was eigenlijk de begincarrière van Lammert. Dus nou, daar waren wij toen die tijd heel blij mee. En ja, die dekte bij ons, ik weet niet of dat hierop staat, maar toch wel aardig wat merries. Hij heeft in het,
En toen hij op zijn hoogste, toen hij kampioen wordt, heeft hij volgens mij 170 dekkingen gedaan. Kijk, en 170 dekkingen, ja, dat is tegenwoordig ook al een hoop. Maar toen waren het natuurlijk natuurlijke dekkingen. Dus ja, die lammen die stonden van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op de vrachtwagen. Die stond meer dan 100.000 kilometer op de vrachtwagen. Die ging, 's morgens gingen we er dan, we stonden 4 uur op. En om 4:30 vertrokken we. Hadden we eerst de paarden even gevoerd. En dan gingen we naar, naar Brabant toe, Zeeland toe. We begonnen 's morgens altijd op het verste punt in Zeeland. En dan trokken we heel zachtjes dan weer terug. Waar de vrachtwagentjes, waar de 3 vrachtwagens toe op de weg lopen. Er konden dan 4 hengsten in. Dus dat was inderdaad dan ook weer de andere rassen. En Lammert. En dan trokken we zo weer op huis aan. En dan waren we meestal tijd. Mijn moeder maakte dan altijd de route. Kijk, tegenwoordig gaat dat in de computer. Ja, in het systeem. In het systeem, ja. Ja. Die maakte dan de route. En dan, zo heel zachtjes, dan trokken we weer naar het midden van het land waar we dus wonen. En dan waren we 's middags om 1:00 of 3:00, 3:30 of 2:00, net hoe het de route was, thuis. Hengsten op stal, kregen ze weer eten. En wij zelf eten. En dan gingen we de andere kant op. Dus dat betekende dan, kijk, en dan begonnen we vanaf hier te dekken. Dan begon je het met de klanten van onderaf. En dan kon het inderdaad wel eens zo zijn dat we bijvoorbeeld, dat is nu dan iets wat ik me zo herinner, dat bij Bijlsma in de Veenhoop, nou, dat dekten we toen ook met Lammert natuurlijk. En dat, ja, dat was voor ons natuurlijk ook allemaal nieuw, want dan stonden we midden in de nacht met Lammert een paard te dekken. Inderdaad, door die natuurlijke dekking. En dan ging de hele grond, die ging 5 centimeter op en neer. Maar ja, het woord zegt het al, de Veenhoop, dus die... Dat ging op en neer, dus ik denk bij mezelf, nou, het lijkt wel of de wereld vergaat, maar ja, dat viel dan op dat moment nog mee. En ja, zo kwamen we natuurlijk ook bij Louise Hompe, die zat toen in Oldenborn. Ja. En die hadden daar wat Friese paarden vanzelf. En dat was voor ons ook weer een beleving, maar in ieder geval, daar dekten we de merrie. En daar is volgens mij, als ik het me goed herinner, is daar gelijk gaaien van gekomen, hè? Ja. Toch? Ja. Dus dat is eigenlijk wel het avontuur met Lammert. Ja. Lammert geweest, ja. Ja. En hij is 3 keer over kampioen geweest. 2 keer over reservekampioen. Ja. Ja. Want hoe ging dat toen op de hengstenkeuring? Het was natuurlijk een heel ander evenement als nu. Ja, klopt. Op de Lange Marktstraat nog? Of was het wel al in het VEC? Nee, dat was toen volgens mij nog in die oude oude V-markt. Ja. En ja, het beeld wat ik nu nog steeds... Toevallig heb je ook nog een foto ervan. Ja. Dat je hem voorbrengt. Maar dat was dan toen zo van... dan kwamen we dus morgens pak een beet om 7:00 kwamen we eraan. En dan was net de veemarkt was afgelopen. Dan was de boel net schoongespoten. En dan kwamen de eerste hengsten. Die kwamen dan al binnen. Dat was Bouwman uit... waar woonde die man daar bij Heerenveen in de buurt? Dat was de grootste hengsthouder van Friesland. Hè? Anne Bouwman. Anne Bouwman, nou, de kapper, die man die bracht altijd die paarden voor. Dus dat was de vaste voorbrenger. Maar in ieder geval, die hengsten die stonden dan allemaal vastgebonden aan de buis waar het vee aan stond. En ja, zo is dat... Met strobaaltjes waar je op kon zitten kijken, het publiek, ja, was dat er niet eens? Nou ja, dan had je dus de zogenaamde ring, hè, de ring waar het dan, de piste waar het was. Nou, dat was dan in de marktruimte, zal ik maar zeggen, in de hal. En dan had je de betonvloer of het asfalt en daar lag dan 5 centimeter, 4 centimeter zand overheen. Precies over de baan waar het paard moest lopen. Hè? Dus dat was een keer heen en een keer terug. En later begon het al dat het een soort bak werd. Ook nog met een laagje zand erop. Want ik kan me nog wel voorstellen. Kijk, die Lammert die kon heel goed lopen. Want anders was hij natuurlijk niet voor niks kampioen geworden. Maar die maakte zulke ruime passen. Dat hij uiteindelijk uitgleed en dat hij daar nog een keer viel. En dus daar schrokken we natuurlijk ook vanzelf van. Maar kijk, als je dat met tegenwoordig vergelijkt, is dat natuurlijk allemaal wel heel veel veranderd. Ja. En dan had je, ja, ik
denk dat er misschien een keer 150 mensen om de ring heen stonden. Echt? En dan had je ook al een VIP-tent of een VIP-tribune. Maar dat was dan een platte boerenwagen. Dat was dan de VIP-tribune. Nou, daar stonden wat stoeltjes op. En er zat de meneer Van Ijzinga zat erop, volgens mij. En nog wat grootheden toen in die tijd. Nou, dat was dan de VIP. Dus als je dat vergelijkt met nu, is er dan inderdaad wel heel veel veranderd. Ja. Ja, ja, klopt. Hoe lang heeft het nog geduurd voordat er toen KI is gekomen? De KI is eigenlijk, heeft ze bij ons even de intrede gedaan in 1999. Dus dat is nou een kleine 25 jaar geleden. En toen hadden we die Monteclauseer. Ja. Dus dan kon je twee dingen doen. Dat was op een gegeven moment KI. Of je mocht niet meer met beesten vervoerd. Beesten mochten niet meer vervoerd worden. Dus toen zijn we eigenlijk volledig op de KI gegaan. Dus dat was 1999. Dus ja, net wat ik zeg, een kleine 25 jaar geleden. Wat betekende dat voor het werk van een hengstehouder, die KI? Maakte dat echt een heel verschil in de manier van werken? Zeker. Kijk, er moeten aanpassingen gedaan worden natuurlijk. Hè. Je moet een bokmerrie hebben of een fantoom. Daar begon het natuurlijk allemaal mee. Nou, ja. Een soort van laboratorium. Ja, net wat Tom zegt, een soort van laboratorium. Dus dat was zeker wel in die beginfase natuurlijk. Ja, het is, dus dat was allemaal... Wel afwegingen die je moet maken toch in het begin. Ja. Dus wat je wel doet en wat je niet doet. Nee. Het is, uiteindelijk is het natuurlijk zo, in de huidige tijd kan dat zeker niet meer anders. Kijk, nu wordt er 's morgens sperma gevangen van de hengsten. En het kan overal naartoe verstuurd worden. En ja, wij doen zelf dan nog heel veel insemineren. Kijk, dat is natuurlijk zeker het contact met de klant te houden. Dat vinden wij heel belangrijk. Hier komen elke dag heel veel mensen. En ja, ik ben 's middags toch altijd op pad. Is het niet om te insemineren, dan is het nu wel om klanten te bezoeken, afspraken maken. Ja. Ja, en als je nou kijkt naar de hengstenkeuring, zeg maar, zoals je dat beschrijft dan, ja, in het oude VEC, met een paar honderd man om de baan en dan zitten nu zeg maar 7000. Hoe heb je dat in de loop van de jaren zien veranderen? Dat is natuurlijk, ik zeg nog wel eens een keer, bijvoorbeeld als ik in het andere kantoor zit en ik zit met mensen aan het ronde tafeltje en er zitten daar... En er lopen daar paarden heen en weer van elke ras. Het is een rijpaard, het is een rijpony. Nou, dan kijken ze zo. Maar met een vries, dat is nog zo. Als er een vries voorbij komt lopen, dan zeggen ze... Hé, wat is dat voor een mooie zwarte? Ik denk dat de vraag die je stelt van hoe heb je dat zien ontwikkelen... Dat uiteindelijk heel veel mensen die paarden wel leuk vinden, maar ze zien dan een vries. En ze komen ermee in aanraking en ze gaan het ras een beetje kennen... Ja, dan raken ze er verliefd op. En dan... toch een bepaalde uitstraling die de Friese paarden hebben. Ja. Met die startende manen. En ook het kalme en rustige voorkomen. Ja, het is in de tijd waarschijnlijk ietsjes veranderd. Dat het alleen nog wel steeds dat vertrouwde gevoel krijg je bij een Fries paard. En met de rijpaarden is dat toch ook wel anders. Hè? Ja, ik denk wel dat het natuurlijk zo is. Net wat Tom schetst. Wat ik ook zeg van dat trotse, dat mooie zwarte paard met dat behang op, dat spreekt dan. Dan raken mensen geïnteresseerd. Kijk, er komen wel eens mensen hier en dan zeggen ze van, nou, we hebben geen paarden. Ik zeg, nee, maar je bent ook nog niet weg. Dus 9 van de 10 keer gaan we dan toch wel proberen om iets te verkopen. Maar als je dan nu vraagt van hoe zie je de toekomst, dan denk ik wel dat we ook met selecties en alles op de goede weg zijn. Dat, het is natuurlijk heel mooi dat de Friezen nu ook opgenomen zijn als rijpaard. Hè, als bij de WBFSH. Juist. Ja. Ja. Dat is een heel belangrijk iets. Kijk, want zo zit je natuurlijk wel eens te denken. Maar het kan misschien nog wel eens een keer zo worden. Ze zullen me nu wel uitlachen. Maar ja, dat hebben ze maar wel vaker gedaan. Dus dat is niet zo erg. Maar dat de rijpaarden misschien nog wel eens een keer een Fries goed gaan keuren. Of erkennen. Ja. Om eventueel voor ander bloed of wat ook. Want we krijgen natuurlijk... toch wel zo heel zachtjes aan Friese paarden die toch aardig mee kunnen op niveau. Kijk, wij hebben zelf hier ook verschillende paarden staan. En als je nou bijvoorbeeld te praten over de hengst Arend. Nou ja, die heeft in mijn ogen, als er ooit één paard het hoogste niveau zou kunnen lopen, dan denk ik wel dat hij het is. Hij heeft het super karakter. Kan van nature goed stappen, kan goed draven. En ja, heeft gewoon talent. Veel inzet en ja, talent.
Maar het voordeel van zo'n type paard is ook nog eens dat als je naar de wedstrijd gaat of naar andere plekken, andere nieuwe locaties, dat het wel een Fries blijft in het karakter. Dus ja. Hij heeft wel het hete en het pittige, alleen wel op de momenten wanneer zo'n paard het nodig heeft. En dat kan toch, inderdaad, als jij dat zegt, ze zullen me wel uitlachen, maar op een rijpaard zou dat wel een goed effect hebben. Ja. Jan, als je nou terugkijkt, dan steken we dadelijk over naar Tom om zeg maar, het heden erbij te pakken. Als je terugkijkt, welke hengst heeft op jou de meeste indruk gemaakt die jij hebt gehad? Dat is de meeste tijd de laatste, maar in ieder geval. Kijk, ik ben wel zo van, ik denk wel dat ik ben gek met paarden. Ik ben een paardenliefhebber. Maar we hebben natuurlijk een bedrijf. Dus dat betekent, we moeten het bedrijf proberen in stand te houden. Kijk, als ik nergens naar route te kijken. Kijk, ik denk wel dat we door de jaren heen wel een redelijk bedrijf opgebouwd hebben. En dat is mede ook gekomen doordat wij natuurlijk paarden verkocht hebben. Als dat niet zou geweest zijn, dan was het ook niet geweest zoals het nu is. Kijk, in mijn hart zeg ik altijd, deze verkoop ik nooit meer. Nee, dat zijn altijd de paarden die het eerst verkocht zijn, ja. Als je dat zegt. Ja. Maar dan meen ik dat op dat moment ook. Alleen ja, dan blijkt toch weer, dan moet dit betaald worden of dat moet er komen. Nee, maar jij geeft wel om de paarden en je zal altijd zorgen dat ze er goed voor staan enzovoort. Alleen de bepaalde band om te zeggen van nou, die vergeet ik nooit meer, dat heeft hij niet. Nee. Nou, dat is niet helemaal waar. Ja, nou, je vergeet ze niet, maar je moet af en toe toch de keuze maken om ervoor te kiezen voor de toekomst. Ja, om je helemaal tevreden te houden. Ja, dat zeker weten. Ja. Ja. Nee, maar kijk, het is natuurlijk als je de vraag stelt, wat is nou een paard die je nooit vergeet? Dan is zeker Lammert een paard, omdat je natuurlijk. Kijk, ik voer elke morgen. Ik sta altijd 6:30 op. 7:00 ga ik voeren. En dan is het natuurlijk wel zo. Het eerste ga ik altijd naar de EU. Dus waar we er nu dan zitten. Ik voer ze altijd. Ik bekijk ze altijd. En ja, dat is natuurlijk wel je passie. Ik denk als je de passie niet hebt in de paarden. Zoals wij het dan allemaal wel hier hebben die hier lopen. Kijk, als je het alleen doet om het geld. Moeten we iets anders gaan doen. Maar Lammert is denk ik ook een hengst, omdat je daar zo intensief mee opgetrokken bent. Nou, dat is precies wat je zegt. Kijk, doordat je. Ik kende hem door en door. En kijk, doordat ik straks in het begin van het verhaal zei, we hadden 3 vrachtwagentjes op de weg lopen. En kijk, als je zou vragen, wat is nou wel weer een apart verhaal van Lammert? Ja, ik zeg nog wel eens een keer, hij kende me of dat ik hem gemaakt zou hebben. Kijk, als ik hem aankeek, wist hij wat ik bedoelde. De paarden stonden bij ons, als je het een vrachtwagen zo hebt, hè, en een klep, en dan stonden er zo 2 naast elkaar. Dan hadden we er gewoon een kettingje achter, of een deurtje later. Nou, en dan was het zo van, ging het kettingje los, kwam hij zelf teruglopen, maar hij had altijd de neiging, of dat deed hij gewoon, hoe hij het ook deed hij het, maar hij had altijd de halster in de auto, met het hoofdstel had hij af. Dus hij kwam de klep af. Bleef aan de klep staan, geen halsen, want die lag voorin. Nou, dan kon ik nog rustig naar voren lopen. Bleef hij achter de klep staan, los. Ik liep naar, in de auto, in de vrachtwagen, pakte de halster weer. Deed hem de halster aan. Nou, en dan was de merrie gekluisterd. En dan liep hij naar de merrie toe. En dan moest het dan gebeuren. Kijk, en hij was nog wel eens een beetje kieskeurig om het zomaar eens te zeggen. Dus hij was niet zo dat hij alles maar dekte. Maar in ieder geval, dat waren wel dingen die natuurlijk hem wel maakte zoals hij was. Hè? Ja. Dat vergeet je ook niet meer. Nee. En net wat ik dus zeg, het feit dat hij kieskeurig was. Hij wist gewoon van mij, hij moest toch die merrie dekken. Weet je wel, dat deed hij dan ook. Maar ik had, omdat ik zei, er hadden we meer vrachtwagentjes op de weg. Dan toen die tijd hadden we ook hier dames die ook met die hengsten op pad gingen. En noem ze allemaal maar op. En maar dan was het wel eens een keer, dat is iets wat ik me nu herinner, dat hij dan moesten ze met hem naar de Achterhoek. En dan moest, nou, hij ging altijd, want hij stond altijd bij ons in de vrachtwagen. Maar in ieder geval, toen moest hij even naar de Achterhoek, toen moest hij een paard dekken. En diegene die er toen mee rondreed, dus die kwam terug, huilend. En die zei, nou, hij kan het niet voor elkaar krijgen, want hij wil het gewoon niet. En
Dus wij de andere dag 's morgens heel vroeg als eerste daar naartoe. En hij wist dat dit moest, dus toen dekte hij hem wel. Hij was gewoon, wat dat gaat, was een heel intelligent paard. Ja. Dus dat zijn wel verhalen die weet je natuurlijk niet. En hoeveel kon hij er dan doen op een dag? Natuurlijk dekkend. Bij elke klant waar die kwam was het bijna de eerste, zei ik. Ja. Maar ik bedoel, meer als een stuk of 20 zou het toch niet... Nee, zo gek zou het ook niet geweest zijn. Maar hij dekte er wel eens 10, 12 of 13 of 14 op een dag. Ja, nou, dat is niet heel ver van 20. Nee, dat klopt ook weer. Nou ja, maar... Maar kijk, hij had wel, Andries Sandé zou zeggen, het bevruchtend vermogen. Hij maakte ze allemaal wel goed drachtig. Ja, ook al had hij de 10 gedekt, dan was de 11e ook vaak nog drachtig. Ja. Kijk, en we praten natuurlijk over die 170, dat was dan een van zijn topjaren. Maar ja, dan was het zo. Kijk, toen was er geen dierartsbegeleiding. Dus dan belden ze op, het paard is hengstig. Nou ja, dus dan gingen, zoals ik het aan het begin vertelde, dan werd die route uitgestippeld. Een paard werd gedekt, dus die was dan hengstig. En toen was het dan, 2 dagen daarna was hij nog hengstig. Dus het gebeurde wel eens een keer dat hij 4 keer zo'n merrie moest dekken in tussenpozen. Dus die 170 dekkingen, ja, keer gemiddeld 3 of 4. Ja. Dus er moest wel wat gebeuren. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Kijk, en dan is het natuurlijk wel, dat vind ik dan toch wel weer mooi, omdat hij, volgens mij is hij 28 geworden, Lammert. Ja. Dus dat... Ja, 7, 28. Ja, hij is volgens mij 28, dacht ik, geworden. Dus ja, hij heeft heel veel toch moeten doen. Maar toch heel oud geworden. En toch gelukkig heel oud geworden, ja. En zoals jij zeg maar het stokje en de kennis hebt gekregen van jouw vader, Jan, zo geef jij het eigenlijk nu ook weer door aan Tom, hè? Dat hoor je wel in het gesprek. Dat gaat om over en weer... Ik luister veel, hè. Dat, ja, maar je stelt vragen en... Tom, want ik heb wel begrepen, jij gaat in de... Of jij treedt eigenlijk al in de voetsporen van paps. Nou ja, helemaal in de voetsporen treden, maar ik... Ik heb het goed naar mijn zin, dus dat is ten eerste het allerbelangrijkste. Kijk, helemaal mijn vader, ik hoef hem niet per se te klonen om precies alles hetzelfde te doen precies als dat hij doet. Alleen, ik heb het hartstikke naar mijn zin, zoals ik al zei, ja. Was het voor jou eigenlijk al van jongs af aan duidelijk dat jij ook in de paarden verder zou gaan? Ik heb wel altijd interesse gehad, maar dat is, het is met een jaartje of 14, 15, 16, zeg maar die periode dat je gaat ontdekken wat je nou echt leuk vindt of wat je later zou willen worden, is het wel toegenomen. Ja, in het begin was het wat minder, maar dat kwam ook met een reden dat, kijk, er blijven natuurlijk wel altijd dieren, dus er werd mij wel altijd goed uitgelegd van Tom, als zo'n paard langskomt, aan de kant staan en goed oppassen, dus ik zag ze wel iedere dag, maar ik deed er niet alles mee. Maar ook vooral met de reden dat je gewoon dat ze zuinig op me waren, denk ik. Het verschil is eigenlijk, vroeger was het zo, als Tom een paard zag, ging die achter de deur staan. En als we er nou een hebben die een beetje lastig is of hij is niet te pakken, dan moet Tom hem pakken. Dus dat is het verschil. Juist. Maar inderdaad, dat zal dan wel zijn omdat we zuinig op hem zijn. Maar niet maar ik bedoel, dat is... En dan naarmate dat ik ouder ben geworden, werd die interesse natuurlijk ook wel groter. Ik bedoel, ik ging altijd al wel mee naar de keuringen. Maar ja, je begint alles beter te begrijpen, wat ook logisch is. En dan is de interesse toch wel toegenomen. Ja, zeker weten. Ja. En want jij bent natuurlijk nu in een hele andere tijd opgegroeid als je vader. Kai is voor jou gesneden koek. Dingen zoals de hengstenkeuring volgepakt in Leeuwarden. Dat is eigenlijk ook normaal, zou ik haast willen zeggen. Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik ben al vanaf heel jongs af aan al wel meegemaakt. Ik ben al 25. Ja, precies alles meegemaakt. Dus mijn vader valt niet mee natuurlijk. Maar ik heb wel al heel veel dingen zien veranderen. Maar ja, dat is ook de toekomst. Het blijft... Het stopt niet. Nee, zeg maar. Nee, precies. Wat is jouw gedachte erbij? Je denkt, welke kant gaat het wat op? Of waar zie jij... Kijk, dat is lastig te zeggen. Je zou nu als je dit aan mijn vader voor had gesteld 40 jaar geleden, had hij gezegd van, nou, dat geloof ik niet in. Nee. Dat het zoiets zou worden. Alleen, denk dat de interesse naar het buitenland wel groter wordt nog. Ja. En de vraag naar, wat we straks over hadden, denk ik, van... Sportpaarden. Sportpaarden. Ja, Friese sportpaarden. Kijk, het is
wat ik wel eens een beetje vind, en dat is niet verkeerd bedoeld. Hè. Ik bedoel, wij proberen altijd vooruitstrevend te zijn. Ik denk dat dat de grootste kans is dat je dan gaat overleven. En wanneer ga je het overleven? Wanneer kun je het proberen te overleven? En dat is zeker wat Tom dus zegt met de sportpaarden. Hè. Dus dat proberen toch die paarden zover te fokken dat ze op een hoger niveau gaan lopen. Kijk, wij, nou ja. Daar is simpelweg nu ook de meeste vraag voor. Ja. Qua aanvragen die je krijgt voor paarden. Dus de handel. Ja. Voor de basis. Eerst was het zo van de Vriezen die hadden een tot zover, ik noem maar wat. Een Vries werd een keer verkocht voor 15.000 euro. Dat was heel veel geld. En een rijpaard werd verkocht voor 25.000 euro, om het zomaar te noemen. Maar je ziet nou echt de prijzen toch wel drastisch veranderen. Dat mensen ook bereid zijn als een paard gezond is. Dus hij is op de foto's helemaal goed. Hij is goed rijdbaar. En hij is 4 jaar oud en het is een getalenteerd paard. Dan zijn mensen ook bereid om daar het goede geld voor te geven, om het zomaar te zeggen. Dat moet natuurlijk ook met de huidige prijzen. Kijk, als je een paard nu verkoopt voor 8.000 euro, ik noem dat maar iets, en je houdt hem een jaar en hij brengt dan 20 op, dan heb je in principe niks verdiend. Alleen, ja, het is wel mooie reclame voor dat paard, laten we er duidelijk in zijn. Maar ik denk, of dat weet ik zeker, dat het wel lonend gaat worden om paarden een beetje door te rijden. En dan krijg je daar automatisch de klanten voor. Maar ja, gezien ik nog wel graag verkoop, ja. Meeste tijd zijn ze voor het de is tijd. Het is hier geen museum. Nee. Hebben jullie, merken jullie dat je verschil hebt in de manier waarop je naar de hengstenkeuring, zeg maar, toewerkt met de hengsten? Ik kan me voorstellen, in de tijd van Lammert trok je hem op de vrachtwagen en je laat hem af en reed 2 rondjes. En ik kan me ook voorstellen dat je nu, als je, nou, dat je toch een... Nou, ja, ik denk dat je probeert toch altijd weer, evolueren, maar je gaat toch altijd weer terugdenken over hoe je het afgelopen jaar weer gedaan heb en hoe het jaar daarvoor eruit zag. Dus probeer je altijd weer dingen dat je denkt van, nou, ik even beter moeten doen of anders moeten doen. Probeer je nu dan op de andere manier te doen. Dus dat sluipt er, alle veranderingen sluipen er ook, zeg, langzamerhand in. Het is niet zoiets dat je zegt van, ik ga nu alles anders doen als vorig jaar. Nou ja, alle boeken dichtgooien of zeggen, of tenminste op een hele andere manier doen inderdaad dan het afgelopen jaar, dat je het afgelopen jaar hebt gedaan, maar je probeert gewoon, ja, dingen te verbeteren. Gericht naar, ja, naar de hengstenkeuring toe te leven. Ja. En kijk, dat is zeker, dat is weer een andere discussie misschien, of een andere, kijk, als je zegt van, ja, wat is de toekomst voor het Friese paard? Nou, kijk, laten we eerlijk zijn, die Friese hengstenkeuring, dat is natuurlijk een van de hoogtepunten van het hoogtepunt van het hele Friese gebeuren. En dat is ook prachtig. Mensen over de hele wereld komen naar Leeuwarden toe en die staan die hele week, kunnen ze daar kijken met clinics en noem alles maar op. Nou, dan zaterdag is in principe natuurlijk de mooiste dag met de plaatsing en de kampioenskeuring. Kijk, vroeger was het wel zo van, de kampioenshengst meende dan ook iedereen dat dat het beste was. Ja, ja, liep toch wel, en nog wel, maar er liep toch een heel koppel volk achteraan. Nog wel zo, maar het blijkt toch ook wel zo dat hengsten die niet bovenaan staan en altijd tweede of derde of vierde of tweede gaan, of achteraan, die uiteindelijk toch wel heel goed fokken. Dus het is geen garantie dat de kampioenshengst ook de beste fokhengst is, om het zomaar te zeggen. Alleen, ja, dan kun je natuurlijk zeggen van, moet dat zo blijven? Ik denk dat het tegenwoordig wel zo is met fokwaarden en indexen, dat het wel zo is dat het genoeg in kaart gebracht wordt om te kunnen kijken wat de hengst, en het moet natuurlijk een combinatie zijn bij je merrie, dus dat zijn ook factoren die mee gaan spelen. Maar de plaatsingen en alles zegt niet zo heel veel meer. Laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal graag de kampioen. Dat is een uitgebreid iets. Dat ook goede reclame natuurlijk. Maar het is niet per definitie dat dan de beste is. Nee. Nee, maar goed, als jullie naartoe gaan, wil je wel graag dat je... Tuurlijk, ja, je probeert het probeert het beste uit te halen. Ja, natuurlijk. Dat is toch een kroon op je werk, laten we er duidelijk in zijn. Ja. En nu hebben we dit jaar dus na 2 online versies eindelijk weer volle bak publiek. Ja. Heb je daar ook extra zin aan? Ja, nou ja, het is voor ons natuurlijk ook wel een beleving, hè? Of een hele happening.
Het is, we hebben de stand dan weer, dan heb je ook allemaal weer mensen. 'S Avonds heb je die, de shows, kom je ook heel veel klanten tegen. Ja, dat had je de afgelopen 2 jaar niet. Dus, en de entourage is, ja, het is niet te vergelijken. Nee, zo is het nu weer dat we weer hopen dat het weer zo gaat gebeuren in de Leeuwarden. Ja, hoe je het went of keert. Heb je er wel extra veel zin in? Ja, tuurlijk. Ja. Het is een grote happening waar je toch weer naar uitziet. Hè? Mensen die je erover spreekt ook allemaal. Ja, en net wat ik zeg, waar we dan paarden aan verkopen. Dus nieuwe mensen, ja, die er dan 1 keer geweest zijn. Ja, die vinden het prachtig. Hè? Ja. En dat is hetgene waar ik door denk dat het eigenlijk met die Vriezen niet ophoudt. Nee. Dus ik bedoel maar, de toekomst voor de Vries is nog lang en groot. Daar ben ik van overtuigd. Omdat het gewoon de mensen die op zo'n keuring geweest zijn, of het nou een locatiekeuring is, of dat het de fokdag is, en of dan, ja, zeker als hoogtepunt die hengstenkeuring, ja, dat grijpt mensen wel aan. Hè? Dus dat is gewoon prachtig. Ja, ja, maar de liefhebbers van het Friese paard, die kijken er ook echt, ja, toch al wel een aantal weken, ja, sommige wel maanden, maar een aantal weken van tevoren kijken ze er al echt naar uit om daar weer heen te gaan en dan de volle 3 dagen van de Friese parels te genieten. Ja, zeker. Dat is prachtig. Ja.